makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Een bedrijf, econoom. Hij is ook een topwetenschapper in zijn branche. En alles wat de klok nu slaat is Suriname en IMF. IMF is binnen. Anand Bihari. Anand, ik feliciteer je met Suriname. 22 december kwam het verlossend woord van Internationaal Monetair Fonds IMF Suriname. En kreeg van ons verspreid over drie jaren $690 miljoen. Daarna behoorlijk veel geld. Hoe kijk je naar? Stelt weinig voor, moet ik zeggen. Waarom? Er is een echo op de lijn. Ligt het aan mij? Nee, je komt hier prima over. Praat maar door. Oké. Okay. Mm-hmm. Frans, dankjewel voor de uitnodiging. 690 miljoen komende drie jaar. Als je kijkt naar wat we werkelijk nodig hebben, dan stelt het niet veel voor. Het is verdeeld in 200 miljoen als sociaal vangnetdekking. En het restant, 488 miljoen, gaat naar investeringsprojecten. Een economie zoals van Suriname krijg je niet aangezwengeld met deze 690 miljoen gespreid over drie jaren. Daar is meer voor nodig. Tegelijkertijd, ja, felicitaties. Niet echt. Ik had al lang geleden voorzien dat de regering noodzakelijkerwijs zich moest melden bij het IMF. Het was onomkoombaar. Ze hebben het nu gerealiseerd. Prima. Het heeft lang geduurd. Bewijs dat onze regering niet bij machte is eigenlijk zaken snel gedaan te krijgen. Tegelijkertijd, ja, we hebben moeilijke schuldeisers die de zaak hebben belemmerd. Daarvan is sprake. Dus daarom heeft het ook lang geduurd. Prima. Gaat de regering met dit bedrag Suriname redden? Dat is wat we willen weten. Want dat volk heeft kotpina. Ja, een kip is meer dan 80 SRD. Mensen kunnen het zich niet meer permitteren, zoals ze dat gewend waren, kip te kopen en te koken voor de kinderen, et cetera. Apina bigi en akondre. Dat is de situatie waarin Suriname thans verkeert. En wij hebben het gedachtegoed ontwikkeld gekregen, als we maar leningen krijgen, dan komt het goed. Nee, nee, nee. Het komt niet goed, omdat we een lening hebben van het IMF. Laat dat duidelijk zijn. Mensen moeten dat even heel goed gaan beseffen, dat een lening van $690 miljoen, gespreid over drie jaren, geen vooruitgang voor Suriname zal betekenen. Oké. Okay. 690 miljoen verspreid over drie jaar. Een kleine correctie, Frans. Mm-hmm. Ik ben geen wetenschapper. Hè. Ik bedoel, okay. Ik ben afgestudeerd econoom, prima. Ja, academisch opgeleid, prima. Maar ik ben thans geen wetenschapper. Nog geen wetenschapper. Nou, dat gaat de komende jaren gebeuren. Als je doorgaat met die onderzoeken. Ja, vooral hier. Meneer Bihari, 690, dat is 230 per jaar. Waarvoor is het geld bedoeld? Waarvoor is dit IMF bestemd? Want iedereen denkt van consumptief en we gaan feesten en monide. Waarvoor is het geld eigenlijk bedoeld? Nou, zoals ik zei, het is verdeeld over 200 miljoen voor de dekking van sociaal vangnetmaatregelen van de regering komende drie jaar. Hè, dat is van elke storting, zou je bij wijze van spreken zeggen, bijna 30% mag je gebruiken
om kinderopvang te financieren, basisziekenfondsdekking te dekken daaruit voor de burgers. En je kinderbijslag eventueel daarmee dekken als je te weinig geld staatsinkomsten hebt. Daarvoor is het bedoeld. Dat is consumptief dan? Dat is consumptief, ja, dus dat mag. Dat is toegestaan. Het heeft dus twee positieve effecten. Je mag sociale maatregelen daarmee financieren. En het blijft in valuta bij de centrale bank. En dan kan de centrale bank dat bedrag verkopen aan de banken die het weer doorverkopen aan importeurs. Dus dat is wat het betekent. En het restant, 488 miljoen, is bedoeld voor investeringsprojecten. De regering moet dan binnen deze 3 jaren zodanig investeringsprojecten tot uitvoering brengen dat het geld daadwerkelijk in de economie gepompt raakt. Hè? En dat het dan de economie aanzwengelt om te doen groeien. Het gaat niet tot een wezenlijke groei komen. Maar het kan een factor zijn in het geheel van factoren om een economie te doen bloeien. Dat is de functie daarvan. Dus meteen een gat in de lucht springen, dat zou ik niet doen. Ik proef weinig enthousiasme bij jou. Je hebt geen geld, er is geen geld. Oh, ik ben een realist. Nee, maar meneer Arnend, we hebben geen geld en je krijgt 690 miljoen. Mm-hmm. Ja, je moet toch gewoon gat in de lucht springen, man. Nee, ik bekijk zaken toch veel ruimer. Ik overzie veel meer zaken tegelijkertijd. Waar ik naar kijk is, met betrekking tot de huidige schuldeisers, ik heb niet vernomen dat de regering 70% kwijtschelding heeft binnengehaald. IMF wilde dat als eis ingewilligd zien. Is niet gebeurd. Daarom was er uitstel ontstaan bij het IMF. Uiteindelijk heeft IMF ingebonden en gezegd van oké, ik geef je dat krediet. Ik laat het al vrijkomen. Maar we gaan eraan werken dat de kwijtschelding van de openstaande schulden wordt gerealiseerd. Ik heb daar een hard hoofd in, want ik zie machtige schuldeisers ook tegenover de regering van Suriname staan. Ze hebben met deskundigen geprobeerd een deal te bereiken met de schuldeisers. Is niet gelukt. U weet, we betalen Lazar en White & Case advocaten. Om de deal te regelen voor Suriname is niet gelukt. En ik vind dat heel jammer. Tegelijkertijd kijk ik vooruit een beetje. Wij moeten, om straks mee te kunnen doen in die offshore olieprojecten, een bedrag van minimaal tussen 1,5 miljard en 2,5 miljard gaan lenen weer. En dan zeg ik, ja, prima, ik krijg 70% kwijtschelding nu, als het dat lukt. Maar ik leen nu 690 miljoen bij het IMF. De regering zegt, ik ga bij Wereldbank en IADB, Inter-American Development Bank, en de Caribbean Development Bank, samen nog ongeveer 590 miljoen, zeg 600 miljoen, regelen. Ook een lening. En ik voorzie in de nabije toekomst nog meer leningen. Dus ik zeg, de regering is een verkeerde pad aan het bewandelen. Ja, maar ik kom terug. Ik haak daarin op. Je zegt, de regering is een verkeerde pad aan het bewandelen. Door lening. Maar, meneer Biar, u werkt op economie in Europa hier. Als je geen geld hebt, hoe wil je dan doen? Hoe wil je dan doen? Je moet toch lenen? Je moet maar gaan voeren, toch? I am money not there. Well. Awama, voor money en naar andere. Begrijpt u? Mm-hmm. Dat is het verzwegen probleem. Okay. Sinds we de nieuwe regering hebben gehad. Terwijl we tegelijkertijd de nieuwe regeringsleider heeft gezegd. Mm-hmm. Ik heb het schip overgenomen. Maar de schuld is niet 3,1 miljard zoals meneer Bouters had meegedeeld met meneer Boefdraad. De man die niet te vinden is. Ja, de schuld is 4,2 miljard US dollar.
Dus 1,1 miljard extra schulden zou er in de boeken staan. Dan zeg ik tegen de regeringsleider, je hebt mij aangezegd, je moet mij ook B zeggen. Wat behoort B in te houden? Meneer Santokki had moeten zeggen, ik doe een rechtmatigheidsonderzoek. Ik ga kijken of de schulden daadwerkelijk zijn aangegaan om gelegitimeerde projecten te financieren. Is het werkelijk gegaan in een investeringsproject, ja of nee? Waarom doet meneer Santokki dat niet? Waarom pleegt hij de zogenaamde rechtmatigheidstoetsingen niet? En dat neem ik hem ernstig kwalijk, want hij heeft 18 jaar nu de regeermacht in handen. En ik zie geen enkel resultaat op dat gebied van zijn zijde. Geen enkel. Ik blijf erbij. Ik wil van u weten van... we hebben geen geld. En wat zouden ze anders moeten doen dan zonder IMF? Ik bedoel, je moet wel een alternatief voordragen. Nou, kijk. Weet je, meneer Pinas, wat we zien is... we hebben een economie, toch? Faillissementstatus. Mm-hmm. Armoede. Maar we hebben ook verteld gekregen... het staat letterlijk in het herstelplan... de vorige regeringsleider heeft gerapporteerd dat het 6,2 miljard aan investeringen in de economie heeft gehad. Als dat waar is, 6,2 miljard geïnvesteerd in de economie, maar de economie is dood. Het leeft niet, het bloeit niet. De burgers incasseren armoede. Apina, Biggie en Atranga. Al jaren. Dan zeg ik, er is iets misgegaan. Want meneer Santokki zegt, hij gaat 1,2 miljard investeren. En dan gaat het goed gaan. Maar Bouters heeft 6,2 miljard US dollar in de economie gepompt. In de periode 2010-2019. Hoe komt het dat de economie dood is? Het volk, hè? Armoede leidt. Ja, en de staatsfinanciën leeg waren. De kas was leeg. En een schuldenberg is overgenomen van 4,2 miljard. Wat is hier gaande? Laten we dat goed geduid krijgen. Er is veel geld in de economie. De Centrale Bank van Suriname zegt... hè, vorig jaar 2020 tot eind 2020 of januari, februari 2021 had die... 1 miljard SRD afgeroomd, ja, dat wil zeggen opgekocht, en daarvoor zuurverdiende US dollars voor opgeofferd, of euro's, doet het niet toe. Dan zeg ik, dat is het bewijs dat er te veel geld in SRD uitgegeven is, en waaraan is het uitgegeven? Staatscontracten. Wie hadden de staatscontracten? NDP-loyalisten, handlangers van de NDP. Ja? En hij zegt, hè, is totaal 6,2 miljard geïnvesteerd, maar dode economie, failliete staatsfinanciën. Dan zeg ik, pe amonide. Toch? En ik weet, in Suriname althans, er is veel geld verdiend, amonimus de. En dat is wat meneer Santokki had moeten doen. Achter het geld aangaan, en ik hou hem eraan, want hij heeft het in 2018 publiekelijk bij meneer Pierkan gezegd, dat hij het geld, gestolen geld, terug gaat halen. Maar ik zie geen enkele daden... Heeft hij ook hier gezegd, hoor, heeft hij ook hier gezegd begin 2020? Ja. Maar hoe zou je... Ja, nee, maar ik weet het, want hij had dat idee van mij gestolen. Mm-hmm. Maar hoe zou je achter het geld kunnen aangaan dan? Het gestolen geld. Dan moet je deskundige forensische specialisten inhuren. Ja? Accountants, fiscaal juristen, juristen inhuren. De beste. Niet van de Kaikosi Universiteit van Suriname. Die hebben dat niet in huis. Hij moet de markt opgaan en de beste deskundigen zien te vinden om die onderzoekingen te plegen en het geld terug te halen. Dat die weg bewandelt meneer Santokki niet. Hij kon mij vertellen,
ik ben geweldig, ik heb een lening geregeld, Mosetjukong. Klinkklare onzin. Ja, want de eerste tranche zou 55 miljoen zijn of 51 miljoen, doet er even niet toe. Dat per amoni dat go. Toen het geld gestort werd, toch, kreeg ik een bericht van de grootste importeur van goederen in Suriname, levensmiddelen. Hè. En die meneer zegt, ik bel de bank op, ik moet importen dekken, financieren. En de bank vertelt hem keihard, sorry, u krijgt niets, we hebben niets voor u. En dan stuurt hij me foto's van zijn lege winkelschappen en dan zegt hij aan hem, dit is de situatie nu. En ik verwachtte, hè, een aantal miljoenen US dollar te mogen krijgen, omdat het IMF dat ter beschikking had gesteld. En de banken vertellen mij, ik krijg geen geld. Wat is hier aan de hand? Dus het vertrouwen in de regering, Santokki, is heel laag. Zowel bij ondernemers, ook bij het publiek, de burgerij, ja, begint al te walgen van de gang van zaken. Dat is de situatie nu. En Frans, leningen alleen zal Suriname niet verlossen. Het andere probleem dat speelt, oké, geld is een bottleneck-factor geweest. Twee is, je moet uitvoeringscapaciteiten hebben om dat allemaal waar te maken. Je moet investeringsprojecten daadwerkelijk gaan initiëren en uitvoeren. Nou, daar heb je uitvoeringscapaciteit voor nodig, hè? Kader, hè? Deskundigen. En dat heeft de regering niet. Waarom zeg ik dat zo keihard? Een goede vriend van me, ook een goede vriend van meneer Santokki, heeft mij een document laten zien waaruit blijkt dat meneer Santokki bij hem, hè, het verzoek heeft gedaan, kan je me helpen, hè, plannen te realiseren. Wij hebben in Suriname niet de deskundigen in huis, het personeel in huis, om de verlangde investeringsprojecten daadwerkelijk tot uitvoering te laten komen. Dus ja, geld was een bottleneck, maar twee, je uitvoeringscapaciteit is er niet. En de kwaliteit van het planwerk, dat heb ik al een paar keer afgeschoten, het planwerk deugt van geen kanten. Dat Wantaki, mooie ideeën zijn alleen verkocht, toch? Het idee, ik heb een herstelplan. Het idee, ik heb geld van IMF, Wereldbank, AIDB, Caribbean Development Bank. Money ook kom. Maar de andere bottleneck factoren worden niet opgelost. Dat Wantaki, you know, Doro. En als je dat bedrag krijgt, hè? Over 3 jaar, dus 225 tot 30 miljoen per jaar. Mm-hmm. Een deel, 70% is voor investeringsprojecten per jaar. Maar uno man, 70 of 30 procent? Wat is het? 70 of 30? 30 is toch voor investeren? Dus 30% is sociaal vangnet, 70% is voor de investeringsprojecten. Oké, nee, duidelijk. Snap je? Ja, maar dan zeg ik... Ja, maar ik wil je vragen, waarom ben je niet blij dan? Nee, maar ik word niet blij van een idee. Ik ben een realist. Ik kijk naar alle bottleneck factoren die er zijn. Oké, laten we beginnen met de bottleneck factoren. Wil je eens op een rij voor mij opnemen wat dit tot een primair issue zou kunnen maken? Oké, primair was eerst geld. Twee is uitvoeringscapaciteit, hè, mankracht, deskundigen om planideeën te vertalen naar daadwerkelijk uitvoerbare directieven, hè? Om mensen te laten werken, het werk te laten geschieden, toch? Dat is er niet. Toch? Okay. Ja, en drie is, de kwaliteit van de rechtsstaat is veel te laag, het werkt nog niet. Nog een keer, de kwaliteit van de rechtsstaat is... van de rechtsstaat is abominabel. Is slecht. Wat bedoel je met rechtsstaat? Zijn er geen wetten, rechten? De werking van het openbaar bestuur. Mensen hebben geen vertrouwen in het openbaar bestuur. Ja?
gekoppeld aan de coronapandemie. Maar als IMF geen vertrouwen heeft in het openbaar bestuur, dan stellen ze geen geld beschikbaar, toch? Nee, IMF was verplicht Suriname nu uiteindelijk de lening ter beschikking te stellen. Kan je IMF verplichten? Ja, waarom? De overeenkomst waarop het IMF is gebaseerd, ja, is opgesteld door de lidlanden van het IMF. En daarin is bepaald dat een land in een faillissementstatus zoals Suriname is komen te verkeren, behoort kredieten ter beschikking te krijgen. Dat was al sinds 1953 al bepaald, hè, in de overeenkomst. Dus deze overeenkomst, deze standby arrangement, hè, faciliteit, bestaat al sinds de oprichting van het IMF. Het is een standaard beleidsinstrument om failliete landen die lidlanden zijn uit de brand te gaan helpen. Maar wat doen ze? Ze zeggen oké, money, de, maar ik eis dat je bepaalde zaken op bepaalde wijze gaat uitvoeren. De eisen, de prior actions, maar ook straks de handhavingseisen. Je moet dat goed doen. En u weet, IMF had gezegd, denk eraan, je moet het professionalisme gehalte verhogen. Ja, dat was een van de prior actions. Ik heb niet vernomen dat daarvan sprake is. Als je family and friends benoemingen beleid tot de uitvoering laat komen, dat Wantaki heb je niet aan die eis voldaan, namelijk het professionalisme gehalte te verhogen. Integendeel, we hebben gezien, SLM, meneer Brunswijk, zijn broer of broertje, I don't care, Leo Brunswijk, ja, heeft een belangrijke deal doen struikelen. Toch? Kwaliteit van de beleidsuitvoering, de mensen in al die bedrijven en openbare overheidsorganen hebben geen kwaliteit om goed bestuur tot uitvoering te laten komen. Kijk, we hebben hier een regering en de begroting 2021 is nog niet uitgediscussieerd in de Nationale Assemblee. Het is niet goedgekeurd. De regering heeft geen machtiging gehad om zijn planwerken voor 2021 tot uitvoering te laten komen. En ze hebben al laten doorschemelen, eind februari gaat het ook niet lukken. Dat Wantaki, je hebt 2 maanden weer geen bevoegdheid gehad nieuwe projecten te initiëren. Want je bent niet gemachtigd geraakt. Dat is wat ik noem de kwaliteit van het openbaar bestuur is zeer slecht. De man is nabing in ding. Je bedoelt zo mensen kader en daadkracht, kwaliteit, kennis? Daadkracht. Maar in het hele spectrum, we zien in parastatale bedrijven, overheidsbedrijven, SLM, hè, daarmee struikel. Waarom? Omdat vermoedelijk een Leo Brunswijk geen tjoekoe had gekregen. Dat was wandelgangen suggerering, hè, suggesties. Maar we hebben wel gehoord, een bepaalde deal dat in kannen en kruiken eigenlijk was, is afgeketst. En waarom dat is gebeurd? Dat is nooit duidelijk overgecommuniceerd. Maar in de wandelgang kregen we te horen. Brunswijk bij Wanchuku. En we hebben gezien dat een president-commissaris naar aanleiding van dat debakel ontslag heeft genomen. Maar Amanetegi, Amanomantak, Pritpangi van Amanbe eis 500.000 of 5 miljoen. Is niet uitgesproken geraakt. Maar, kwaliteit van maar, bestuur. Dit heet geruchten dan. Dan varen wij niet op, hè? Dat weet u ook. Nee, maar we zien zaken zich manifesteren en dan vraag je af zijn Sandisi. Waarom neemt de president-commissaris ontslag terwijl het een hooggekwalificeerde individu is? Hè? Die man is accountant, toch? Hij heeft hard gewerkt met die andere directeur dat aangesteld zou zijn. Ze hadden een deal zwart op wit. Uiteindelijk om de finale stap te maken voor de accordering, goedkeuring, is het afgeketst geraakt. En dan krijg je argumenten te horen die eigenlijk onzinnig zijn.
Okay. En dan IMF, het geld kwam binnen, hè? De volgende maand heb ik wel gehoord, of deze maand nog sterker nog. Ik neem aan, er zijn voorwaarden aan gekoppeld. IMF geld is niet gratis. Wat zal de Surinaamse bevolking nog meer voelen dan wat ze al nu voelen? Jij kent het pakket, IMF-pakket en die eisen van de instantie. Het IMF, wat gaat er nog meer met de Surinama gebeuren? Nou, dan moeten we kijken, heel scherp kijken naar de realiteit. Eén realiteit is IMF zegt, ik ga je geld geven, toch? Ik geef je geld. Een tweede realiteit waar mensen geen goed besef van hebben, is het idiote, stomzinnige beleid van de Centrale Bank van Suriname van de laatste maanden. Welk beleid? Het zogenaamde de verkoop van termijndeposito's contracten tussen de centrale bank en de algemene banken. Wat is daar gebeurd? Van augustus tot en met de eerste 5 dagen van januari dit jaar zou de centrale bank termijndeposito-contracten, dat zijn spaarcontracten, noem het spaarcontracten, tussen centrale bank en algemene banken, Hakrimbank, DSB-bank, Finabank en noem maar op. En wat heeft de centrale bank gedaan? Ze hebben bijna 300 miljoen in deze 5 maanden aan rente betaald aan de banken. Oké. Vorig jaar, zegt meneer Roemer, ik zal hem bij naam noemen, want die man is ondeskundig, hoort daar niet op de stoel te zitten. Oké. Die man heeft vorig jaar gezegd, ik ben geweldig. Ik heb 1 miljard SRD afgeroomd. Want waarom moest dat gedaan worden? Je weet, wanneer we in een economie een zware waardedaling van de munteenheid zien, gekoppeld met een hele hoge inflatie, met een overheid dat geconfronteerd wordt met zogenaamde begrotingstekorten, dan zien we eigenlijk dat daar sprake is geweest van monetaire financiering. En wat doet de centrale bank? Hij is de duur zuurverdiende US dollars of euro's gaan weggeven aan de bezitters van de SRD's. En wie zijn de bezitters van de SRD's? De voorman van Bouta. Ik ben even keihard. Want daarvan is sprake. Ja, maar Boutus, dan ben je Boutus is toch niet meer in beeld? Waarom moeten wij steeds maar blijven? Pote uno en a chef d'ici. No, Frans. Okay. Ik ben keihard, jere. Amang mek a volk poi na chef d'ici. Ja. Okay. En of amang de knap fes mi dan betegen in effesi. En dan bewaai me aan hoe voor naar kenbijna. Dus Santokki treft geen blaam in jouw ogen dan? Nee. Santokki treft ook blaam. Daar ben ik niet mee klaar. Okay. Ik bedoel. Dan moet je mij vertellen. Amoro Ogri maar naar Bouta. Maar Chan, het doet Ogri ook toe. Zandang. Wat had Chan moeten doen? Amman betegi uno, amman bejompo. Verkiezingspropaganda. Megote kamoni. De Amonide verhaal werd beantwoord door Chan, mi ego te kamoni. En Chan kisa storu sa Chan edu, aman edu niks. Voor de gekhouderij. Hij bedriegt het volk. Je begrijpt toch? Mm-hmm. En dan zit die laatste schreeuw, oh ik heb 60 dossiers klaar liggen om bij de PG in te dienen. Hey, wanneer er sprake is van staatskascorruptie, dan moet je man en paard noemen. Ja, zo bestrijd je corruptie in een land. Staatskasroverij, wanneer je dat aanpakt, dan moest tegen me. Ik heb een dossier op naam van Bouters, ik heb een dossier op naam van Amirali, ik heb een dossier op naam van Ronnie Brunswijk. Ook Ronnie Brunswijk, ja. Want Ronnie Brunswijk was van 2010 tot en met 2015 deel van de regeermacht van Bouters. Amandu Ogri toe. Begrijp je dat, Frans? Ja, duidelijk. Dat is de situatie. Dus ik ga iedereen die schuld heeft benoemen. Dus ook Bouta. Bouta behoorde in het dossier Hoofdraad van Treek ook meegenomen te zijn, zeide de man Edouwing. Ja, dat is wat ik bedoel. De kwaliteit van de rechtsstaat is er niet. Ja, hier is willekeur.
Hier is klassejustitie. Nee, hier is dus machtspolitiek gaande. Dus jij zegt, Boutersen, wat dat impliceren nu, hè, dat Boutersen ook opgepakt moest worden. En dat men niet alleen naar Hoefdraad en SBSB-directeur kijkt. Ik impliceer het niet. Ik indiceer het niet. Ik spreek het letterlijk uit. Okay. Boutersen behoorde in dat dossier ook te worden aangehouden en strafrechtelijk te worden vervolgd. De manier doing. Begrijpen? En dit spel noem ik volksverlakkerij. Mm-hmm. Okay. Toch? En daarom zeg ik, meneer Santokki, u bent medeschuldige in dit hele verhaal van fraude. Toch? Dat mag ik dan zeggen. Wordt medeplichtige. Er zijn strafbare handelingen gepleegd. Wat voor belang zou meneer Santokki hebben dan om medeplichtig te zijn? Ik bedoel, als ik medeplichtig ben, dan, als ik medeplichtig ben in een affaire, dan wil ik commissie hebben, zoveel percentage. Want laten we eerst heel duidelijk over het voetlicht brengen waarom hij kwalificeert als medeplichtige te worden aangemerkt. Begin dat eerst. Hij is staatshoofd. Hij noemt zich president. Toch? Hij zegt, ik ben de hoogste vertegenwoordiger van de regering van Suriname. En ik ben de uitvoerende macht. En wat behoort de uitvoerende macht te doen? De wet en het recht te respecteren, te doen handhaven. Hij heeft van de daken geschreeuwd. Amali. Soumali, Amantak Bouta, hoofddraad, Adeline Weinerman, directeur van Bureau voor de Staatsschuld. Zij hebben gelogen over de omvang van de werkelijke schulden. Dan nou, Ikisastoru, je mag de administratie napluizen, bewijs vergaren, je ziet de strafbare handeling, je hebt het al gezegd, de schuld is niet 3,1 miljard, maar 4,2 miljard. Tjaan is willens en wetens dus bezig te vermijden dat Boutersen strafrechtelijk wordt vervolgd. Dan zeg ik, meneer Santokki, dan kwalificeert u een medeplichtige te worden in dat dossier. Okay. En dat is wat ik hem kwalijk neem. Daar komt zijn medeplichtigheid vandaan. Oh. En we weten, die officier van justitie had de fout gemaakt. In de aanklacht van Boutersen van Trik, Ashwin Agnew of zo. En Fawzia Hosil Adibas. Je ziet, wanneer spreken we van een criminele organisatie, meneer Pinas? In de wet staat het niet, hè? Criminele organisatie. Yeah? Deze twee termen, staan niet in de wet, in de strafwet. Maar, hoe hebben wij het in de strafwet opgenomen? Samenspanning tot het plegen van strafbare feiten. Toch? En in de wandelgangen, in de media, wanneer een rechtszaak loopt, dan gaan journalisten spreken van een criminele organisatie. Toch? Zo werkt dat. Zo werkt dat. Medeplichtigheid is strafrechtelijk voorzien. Ja. Hij kent de feiten. Dat wil zeggen, hij is nu willens en wetens een goede verloop van het recht af te dwingen. Dat wil zeggen, u wordt daardoor een medeplichtige. En dat is wat ik hem kwalijk neem, Frans. Uw punt is duidelijk. Meneer Biari, ik denk 690 miljoen, dat is duidelijke verlichting voor een land in crisis, een volk dat het heel moeilijk heeft als je 690 miljoen US dollar krijgt. Ja, dat is echt een verlichting. Het verlichtingseffect is dit. Ja. 690 miljoen, dan maak je twee pijlen. Eén pijl gaat 200 miljoen, toch? Ja. Sociaal vangnet, toch? Nou, daar hebben we mensen. Dat bedrag in US dollar mag in de economie verkocht worden aan importeurs. Levensmiddelensector. Okay. Nou, krijg je daar al van de prijzen bedoel je dan? Je zou verwachten dat we een verlaging van de druk op de waardedaling van de SRD veroorzaken. Dat heet met een Nederlands woord verlichting.
Ja, maar niet iedereen snapt het, hè, meteen. Dus laat ik het preciezer zeggen. Hè. Wanneer je dat doet, hè, een tekort aan valuta opheffen, omdat je nu een vrij beschikbare bedrag krijgt, toch? Dan ga je het aanbieden. Dus er ontstaat een verlaging van de druk op de waardedaling van de SRD, van de munt. Prima. Dat is een feit. Maar zoals ik zei, dat feit valt in het niet, toch? Valt weg door het andere feit dat nog in de economie rondcirculeert, namelijk de gestolen gelden. Die moesten daadwerkelijk worden afgerond. Denk jij dat het nog gebeurt? Dat het nog gaat gebeuren? Dat meneer Stantokki en Openbaar Ministerie, HVJ, Hof van Justitie, achter gaan? Okay. 18 maanden lang heeft hij laten zien dat hij het niet doet. Nee, ik heb hem wel op de man afgevraagd. En die zegt, de president hoor, die zegt, voordat je dit soort dingen doet, moet je de instituten eerst versterken. En daarmee is hij bezig. Dat zie je toch ook? Nee, die Aman Kong in de eerste maanden hebben ze al een aantal officieren van justitie aangesteld, mm-hmm, toch? Ja. Hij zei, ik heb al een gesprek met de PG gevoerd om dat allemaal in te vullen, toch? Er zijn extra rechters aangesteld als plaatsvervangende rechters. Ja. Dus het systeem is beschikbaar om het proces op te pakken. Oké. Okay. Je moet eerst onderzoek doen, hè? Je kan niet zomaar mensen gaan oppakken. Ja, maar zoals ik zei, onderzoek doen, prima. Uh-huh. Maar in het dossier, hoofdraad van Trek, Housil Ali Baks en Ashwin Agnew, zeg ik al, Bouterse moest ook meegenomen worden en de officier heeft gefaald dat dossier als een criminele organisatie strafrechtelijk dossier in te kleden. Hè? Okay. Achteraf wil de officier dat doen en toen zei de rechter, nee, ik voet na tjaal aan opsa, kan niet, is te laat, u mag dat niet meer veranderen nadat het proces is aangevangen, toch? En bovendien, we hebben toen meegemaakt dat de handlangers van Bouterse wel werden aangeklaagd, maar Bouterse zelf niet. Ja, en dat dus, mag niet. Hoeveel aanklacht kan een man hebben, man? Hij loopt al 8 december, zoveel zaken tegen hem. Moet hij nog een extra aanklacht doen? Maar Ogri heeft een godverdomde crimineel van de ergste soort. Jij zegt dat Bouterse een crimineel is? Oh ja, en hij weet het niet tegen en hij is zwart op het niet tegen. Amman Sabi. Oké. En dan zomaar zo Amman Tako, ik koop het Bihari Tapuan Plingas Hollandje. Nee, maar post. Oké, en je mag je vrij praten, want die daar Holland doe je naar Kourou. Je hebt meer. Hier, mijn play Pieter R. de Vries. Isabi toch? Nee, dat zeg ik niet. Hé, maar meneer Bihari, wanneer komt die verlichting voor Sarana? Punt. Je moet deze regeringsbende naar huis sturen. We moeten een zakenkabinet daar geïnstalleerd krijgen. En dan, ja? En dan komt de verlichting. De familie Brunswijk zijn geen bestuurders. Het zijn rovers. Het zijn cocaïnehandelaars. Ja? Bordeaux, Brunswijk en al die andere verdekte handlangers van hem. Ja? Zijn cocaïnehandelaars. Tot en met de dag van vandaag. Was in de jaren 80 al zo en dat is bij voortduring zo gebleven. Ja? Ik hoor u het zeggen. Cocaïnehandelaars kunnen een land niet besturen, dat is toch gebleken. Ik bedoel, Bouterse is ook voor cocaïne strafrechtelijk veroordeeld. Begrijpt u? Dus Sanasan, waarom begrijpen mensen dat niet? Dat drugsdealers, cocaïnesnuivers en handelaars een land niet kunnen draaien. Om een lees Iwan Leratori Takano Deso. Toch? Zijn ze letterlijk oerdom in dat land? De breni? Of er stangshatu zodanig dat ze dat niet kunnen begrijpen? Wat is het fout dat daar opgelopen wordt in het denken van de mensen? Welke fout sluipt erin? Sanasan, waarom begrijpt men dat niet? Ik heb uw punt gehoord. Zullen we het hierbij laten voor dit moment? Ik dank u zeer voor uw tijd en toelichting. Bedrijfseconoom Anand Bihari. Ja, als ik de microfoon openlaat, ga je nog meer mensen aanvallen? Hoor. Is dat de bedoeling? Bewaar het voor de volgende keer. Ik moest even aan jou ook meedelen dat Paul Middelijn ook jouw aandacht heeft. Je kent Paul?
Nee, niet echt. Maar... Oké, hij zei, Anand, je moet het maar opwerpen bij Frans Pinas, hè, dat hij ook naar jouw uitzendingen luistert. Mm-hmm. Hè, en je weet, Paul Middelijn is van Suriname Unite, toch? Ja, hij doet zijn best ook. Hè, jullie proberen als verzorgers van commentaar op het politiek-economisch systeem. Ik ben geen commentator, hè? Ik ben een interviewer. Nee, dus jullie zorgen ervoor dat commentaren dat jij een podium krijgt. Gebracht worden, toch? Dat is mijn werk. En dat doet hij ook. Dus jullie zijn partners in die zin voor het goede werk. Oké. Is goed, we gaan meneer Paul Middelijn heet hij nog. We gaan hem in de gaten houden. Ik dank je wel voor je tijd, voor de toelichting. Anand Bihari, bedrijfseconoom hier in Europa. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.